Vloggers zijn geweldige mensen. Ze hebben fans. Ze verdienen miljoenen. Het zijn de supersterren van vandaag. Daarom wil iedereen wel vlogger worden. Heel Nederland leidt aan Vlogmania. Ans en Johan maken elke dag een vlog. Daar kunnen ze best wat hulp bij gebruiken. Och, wie is dat nou, Johan? Dit is Benno. Die heb ik gevonden op Facebook en ik heb gevraagd of hij onze cameraman wil worden. Cameraman? Wat bedoel jij? Voor onze vlogs. Ja, waar gaat dat dan kosten? Hij vraagt 100 euro per dag. Nee, Johan, echt niet. Toedeledokie. Wij verdienen nog niks met YouTube. Het is een investering voor als wij 1 miljoen volgers hebben. Ik ga niet krom liggen voor een cameraman, Johan. Wij zetten onze camera gewoon op een statief. Dat gaat altijd prima. Nou, Berry, dan kan je weer naar huis. Dag. Hij heet Benno. Ja, dat zal wel. Sorry, Benno. Ik betaal je uiteraard gewoon voor deze dag, hè. Ik heb gewoon iets te vroeg toegezegd. Ja, sorry. Ja, daar zijn we weer. Ans en Johan met een nieuwe challenge. Wij spelen vandaag 1 of 20. Wij hebben allemaal soorten van eten. En dan gaan wij draaien aan de rat met onze gezichten erop. Dat heeft Johan zelf gemaakt. Ja, kijk eens mooi. Wat leuk, dan ben ik dan blauw. En Johan is geel. En ja, dat heeft hij helemaal zelf gedaan. Kijk maar. Goed, en wie er bovenaan het rat komt, die moet er 1 van opeten. En de ander moet 20 van opeten. Goed, nou dan ga ik starten met een briefje te pakken. Even kijken waar we mee beginnen om op te eten. Dat is spannend. Hé. Hey. Snoepjes. Zo, dat is een leuk begin, hè? Snoepjes. Ja, zeker weten. Doe jij maar eens even draaien aan de rat. Dat ga ik doen, Johan. Oh. Hé, hey, dat ben ik. Ja. Nou, dan ga ik 1 snoepje eten. En jij mag er 20 eten, bof komt. Kom maar eens door met die snoepjes. Ik ga ze lekker eten. Hé. Hey. Pas je wel op met je suikergehalte. Hij heeft een keer die 6 suikerspinnen in 1 keer opgegeten. Nou, toen lag hij s'nachts te tollen in bed. Oh, van de suiker. Oeh, lekker. Kijk, waar we nou weer gaan eten. Oeh, is altijd weer spannend natuurlijk. Mm. Augurk. Oeh, dat vind ik wel echt minder. Ja, maar als wij alleen maar snoepjes zouden eten, dan was er ook helemaal niks meer aan, hè? Doe maar weer even draaien. Ja. Ja, dat ben ik weer. Nou ben jij wel echt de bofkont. Ja, nou ben ik zeker wel de bofkont, Johan. Oh. Kijk eens even, de augurken. Ik heb er echt weinig zin in, anders ik hou echt niet van augurken. Nee, maar het is een challenge, hè, Johan. Kom op. Mmm, het smaakt mij wel. Is goed ingelegd, hè, Johan? Oh. Ja, kom op, Johan, ze zitten te wachten, de kijkers. Iets sneller kouwen misschien, want nou doe je er heel traag over. En, kom op, Johan, dit is de laatste, hè? Goed zo. De augurken zitten erin, hoor. Oh, ik voel me helemaal niet goed, Ans. Echt niet. Het is gewoon groente, Johan. Dat is goed voor je. Oh, het is zuur. Even kijken wat we nou weer gaan eten. Hé, dat vind ik heel leuk. Hamburgers. Oh, nou, ik hoop niet dat ik er daar 20 van heb, want ik heb nou al buikpijn. Goed. Nou, Johan, jij mag even gaan draaien, want misschien kom jij nou wel bovenaan. Laat het hopen. Ja. Nee, Ans, de rat, dat klopt niet. Dat kan niet. Ik wil nog een keer draaien. Nee, Johan, nee. Wij doen dit eerlijk. We gaan hier niet zitten vals spelen. Jij gaat gewoon deze 20 hamburgers lekker opeten. Oh, nee, daar zitten ook nog overal plakjes augurk op. Ga je nog beginnen, Johan? Oké, ik eet ze op. Ik vind die augurk juist lekker. Kom op, Johan, volhouden. Je hoeft er nog maar 6. Nee, rustig blijven. Nee, maak je te druk ook. Johan, even volhouden. Je bent er bijna. Kom op. Ja, het gaat dus helemaal niet goed met Johan. Hij moet naar het ziekenhuis. Zijn maag moet worden leeggepompt. Ik denk wel dat ik kan zeggen dat ik deze challenge gewonnen heb. Omdat, ja, Johan die heeft gewoon opgegeven. Vond je dit een leuk filmpje? Stuur dan gewoon wat likes. Hè? Ook leuk voor Johan. Gaat het, Johan? Nou ja, Johan is zo sterk als een leeuw natuurlijk. Dus tot de volgende challenge. Juf Harda is een vloggende juf. Overdag geeft ze les aan groep 8.
Omdat jullie zo dol zijn op de TikTok-dansjes van meester Casper, wil ik vandaag zelf een vrolijk dansje opnemen voor mijn eigen TikTok-kanaal. Ja? De hele dag zitten is natuurlijk niet gezond. Ik zeg maar zo, een dag niet gedanst is een dag niet geleefd. Mogen jullie allemaal gaan staan? Nee, alsjeblieft, please. Hup, hup, staan. Schiet op. Dan ga ik de camera aanzetten en de muziek. Deze muziek? Blokfluit is een prachtig instrument, Jurre. Kom op, doe met me na. Daar gaat hij. Kom op, meedoen. Hup, het is voor mijn TikTok-kanaal. Dag kinderen, Hartenklooster hier. Door de week geef ik les aan groep 4 en 8 op basisschool Het Hoentje. En elke zaterdag zet ik een vlog online voor de leergierige leerling. Vanuit Park Klingendaal wil ik jullie vandaag iets vertellen over huisdieren en over wat er allemaal komt kijken bij de verzorging van een huisdier. Veel kinderen beginnen onbezonnen aan een huisdier en dat kan leiden tot grote teleurstelling. Als iets van toepassing is, dan is het wel bezint. Dat betekent denk na, voordat je eraan begint. Bezint voor gij begint. Neem bijvoorbeeld een hond. Die moet je 3 keer per dag uitlaten en zelf de poep opruimen met dit soort plastic zakjes. Dat zal ik straks voordoen. Oh, kijk. Waar is net een meneer? Hij heeft zijn hond laten poepen. Kijk, kijk daar links. Eens even kijken of hij de poep netjes op had. Nee hoor, hij vertikt het. Hij zit op zijn telefoon te kijken. Ik ga onmiddellijk ingrijpen. Ah, die droom is van jou, hond. Of niet soms? Hoe durf je? Herken je de gerucht? Klopt het? Is dit een... Ja! Is dit het nog een keer? Maar goed, is dat de droom van jouw hond? Wat ga jij met die drol doen? Wat ga je ermee doen? Zelf opruimen? Opruimen, mevrouw! Opruimen, mevrouw! Jullie hebben nu gezien hoe het niet moet. En dezelfde meneer laat nu zien hoe het wel moet. Dat is fijn. Ha, de prullenbak is daar! Schiet op! Dat was het weer. Vergeet je niet te abonneren op mijn vlogs. Dag! Opa Jaap maakt vlogs voor de jeugd. Soms heeft de buurvrouw daar last van. Dag, buurvrouw. Dit ding viel net op mijn balkon. Is dat misschien van u? Ach, dat is mijn drone. Weet u wel dat ik me rot schrok? Dat ding dat knalde ineens op mijn balkon. Ja, dat spijt me. Wordt wel een heel cool filmpje, hoor. Voor op mijn YouTube-kanaal. Ja, nou, ik vind die filmmakerij van u vind ik een vervelende hobby. Mag best weten. Geeft niks, hoor. Dank u wel. Dag, mevrouw. Ja, goedemiddag. En als u gaat kijken, vergeet dan niet om te abonneren, hè. Dat is die rode knop. Ja? Ja, mensen, daar ben ik weer. Opa Jaap. Hey, grappies. What's going on? Yeah. Vandaag gaan we het hebben over... Wat is het nou weer? Oh ja. TV kijken. Key to the V, man. Ik wil altijd TV kijken. Maar ja, de tv staat natuurlijk in de kamer. Mama wil natuurlijk weer naar het journaal kijken. Super saai. Hoezo mag mama bepalen wat er op de tv is? Het is niet eerlijk, hoor. Nee. Ik heb hier een tip. Hoe zorg je ervoor dat jij mag bepalen wat er op de tv gekeken wordt? Wat? Serieus? Ja. Let's go. Allereerst zorg je dat je een ruime trui aan hebt. Of een vest of zoiets, een hoodie van je oudere broer of je zus, waar je flink wat ruimte in hebt. En dan pak je de afstandsbediening. Hop, daar. Schuif je hem zo in je mouw. Tjoeps, waar is die? Nog een keer. Afstandsbediening. 1, 2, 3. Hop, tjoeps. Weg. Weg. Waar is die nou? Geen idee. En als je dat goed kan, dan gaan wij een avondje tv kijken, man. Mam, mag ik Sepp kijken op NPO 3? Nee, Jaapie. Mama wil graag naar het journaal kijken. Maar het journaal is zo saai. Het journaal is interessant. Mag ik dan misschien heel even alleen even Sepp om naar 3 om te kijken wat voor programma er is? Dan gaan we meteen weer terug naar het journaal. Alleen even heen en weer, Seppen? Ja. 2 seconden? Ja, 2 seconden. Nou, vooruit dan maar. Nederlandse normen voor stikstof moeten worden... Oh, Spangas. Oh, ja. Nou, heb je nou weer terug naar het journaal? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Je hebt toch de afstandsbediening? Nee, die geef ik je toch net? Nee, helemaal niet. Jawel, hoor. Ik heb hem niet. Maar ik heb hem toch ook niet? Zoek nou even heel goed. Waar heb je hem gelaten? Ja, ik kijk maar. Hier is hij echt niet, hoor. Nee, misschien zit jij erop. Ja, zit je erop? Nee, echt nou. Helemaal niet. Ik vind het echt heel vervelend, hoor, dit. Ja, nou, dan zullen we gewoon naar Spangas moeten kijken. Er zit niks anders op.
werkt gegarandeerd. 100% werkt. Wel maar één keer, denk ik. Want als die afstandsbediening voortdurend weg is, ja, dan gaat het wel opvallen. Zelf denken. Vond je dit een leuke tip? Doe dan even je duimpjes omhoog. Duim omhoog! Dat was die opa Jaap. Toedeledokie! Het is avond. Alle vloggers zijn druk aan het editen om morgenochtend vroeg weer een nieuwe vlog online te kunnen zetten. Voor iedereen die lijdt aan vlogmania, goede nacht en vlog zacht.